song that we specialise in. I don't know where the song's taken, but it's beautiful. It's up. Yeah, all flooded up. Mooie woorden. Dat is maar één trap in het huis. En dus blijft het lopen tot een minimum beperkt. Ook aan de slaapkamer valt veel verrassend te ontdekken. Achter een ronde muur gaat een inloopkast schuil. Terwijl er achter een andere muur een luxueuze badkamer schuil gaat. De lange overloop die naar de slaapkamer leidt, is zowel in het oog springend als functioneel. What is this use for? Because it's like a room. You come in through the darkness and out into this. It's beautiful. It looks very autobiographical. It feels as though you've been here for years. Very lifted. I think it looks autobiographical because our stuff is here. Yeah. Because it's all the stuff that we've got in our lives together. And it's all in the places it's supposed to be. The setting sun is in this direction, yeah? The setting sun is over here. This is a room for grown-ups. This is an evening room. And even though the landscape out there looks like a song, yeah. I still think it's beautiful. Yeah, it's a bit of work for us to do, admittedly, but it feels very calm and very quiet and very quiet. Binnen mag het huis dan geen rust uitstralen. De buitenkant is allesbehalve subtiel. Het huis doet op dit moment niet. Twee bronnen spreken sinds Kevin voor het laatst bij Richard en Prue op bezoek was. Kevin heeft altijd betwijfeld of dit grote huis het landschap zou verfraaien. En dat laatste was een voorwaarde voor de bouwvergunning. Nu is hij terug om te kijken waar hij voor staat. Hello, Prue.